Who is this gentleman here, this statue? This is Paul Kruger. And who is that? Ish, I think that's a good question for a white man. Get a white man here. Do you know why this fence is around the statue? Why the fence? Yeah, why the fence? For security reasons. It needs security. Yeah. Someone wants to attack the statue. Yeah, because of the dispensation and what is happening in the country. Remember, this is a white man. And then immediately after, the black man took over, and then they wanted to take the statue out. The economic freedom fighters say the defacing of the Paul Kruger statue in Pretoria is part of their nationwide campaign to bring down all apartheid-era statues. The statue, which stands in the capital's church square in the CBD, was painted lime last night by an unknown number of men. Meanwhile, lobby group Afroforum says the destruction of statues will only serve to further polarize South Africa. Nou, een ontzettend mooie binnenkomer. Oom Paul. Kruger. En de beeldenstorm. En jij bent als historicus volgens mij, voor mij bij uitstek, de historicus die de wortels van de actualiteit zoekt. En je gelooft het niet, maar deze ochtend in de Volkskrant staat een heel verhaal eigenlijk over oom Kruger. Alleen gaat het dan over Amerika, niet over Zuid-Afrika. De zuidelijke generaals vallen van hun voetstuk. De zuidelijke generaals in de burgeroorlog die de slavernij verdedigden. Ja, ja. En de standbeelden staan nog in de Verenigde Staten? Ja, die staan onder druk, zeg maar. Er zijn mensen die hebben Lee geprobeerd om ver te trekken. Nou ja. Je kan je daar van alles bij voorstellen. Nou ja, dat is een bijna wereldwijde beweging. Hè? Eerst de Sovjet-Unie en het Oostblok. Die zijn een beetje begonnen. Want in mijn jeugd was de geschiedenis vast. Boom, pat, mooi. Trots. Ja, en je kwam er niet aan in elk geval. Je kon het wel oneens zijn met zo'n held op een sokkel. Maar hij bleef wel staan. Heb jij nog de bomaanslag op Van Heuts meegemaakt? Nou, was ik wel klein. Was je klein, hè? Maar dat was voor mij het begin van de vraagstelling om de beelden van het verleden. Maar dat was natuurlijk toen al. Nee, dat was nog niet in het Oostblok. Nee, dit is daarvoor. Maar het is wel. Ik denk, je ziet het wereldwijd en steeds meer. Het maken van een statement door een standbeeld neer te halen. Dat was voor de oorlog. Weet jij. Dan gaat het een hele verkeerde kant uit. Maar weet jij of we zijn net begonnen en het gaat nu al een heel verkeerde kant uit. Ja, maar geschiedenis bestaat uit zijsporen natuurlijk. Of er voor de oorlog ooit zoiets is geweest. Van een beeldenstorm van de standbeelden. Ja, het woord beeldenstorm is natuurlijk wel treffend. Ja. Er zijn wel voorbeelden van eeuwenperiodes waarin beelden weer neergehaald. Maar het is natuurlijk het soort standbeelden wat wordt neergehaald is erg 18e, 19e, vooral 19e eeuws. De nationale helden op een sokkel, liefst ook nog op een paard. Van Heuts was het, dat was nog in de Provo-tijd. Ja. Die werd toen eigenlijk, dat was het begin van de ontdekking van de politionele acties als smaadvlek op onze geschiedenis. Dat gaat nog steeds door, maar dat was toen een beginnetje. Ja. Wij hebben dat. Weet je waar Van Heuts staat nu? Ik bedoel, hij is dood. Het standbeeld, je hebt een waanzinnig grafmonument in Amsterdam. Dat is een farao. Nee. Het is vlak bij mij om de hoek. Dan weet je nog niks. Nee. Maar het is vlak bij Duivendrecht, Nieuwe Ooster. Hij staat op de Nieuwe Ooster. Ken je de Nieuwe Ooster? Is dat ook waar zijn graf ligt? Ja. Ja, dat heb ik wel gezien. Ja. En ook gefilmd. Pontificale met die beelden ernaast. En weet je wie op een steenworp afstand ligt? Kapitein Raymond Westerling. Oh,
Die liggen in elkaars verlengde. Onze verworpen koloniale helden liggen daar bij elkaar. Nou ja, verworpen, dat is een keuze. Ik bedoel, ik heb hem nog niet zo verworpen als jij misschien. Nou ja, laat ik zeggen dat ze sinds de jaren 70 vrij algemeen verworpen zijn. Als je daar iets aardigs over wil zeggen, dan moet je van goede huizen komen en sterk in je schoenen staan. Ik zal niet zeggen dat ik van goede huizen ben, maar ik denk dat er een... in ieder geval komt er een... Zometeen stoot ik je bril omver. Er komt een, als het goed is, een nieuw historisch onderzoek naar de tijd van de Brugsiap van de opstand en de politionele acties. Ja. En ik hoop niet zozeer op een eerherstel van kapitein Wesseling. Denk jij dat ze alle mensen kapitein Wesseling kennen? Nou, dat vroeg ik me net af. Moeten we even uitleggen wie de man was. Commandant van het korps. Depot speciale troepen. Ja. Zeg maar commandotroepen die wat meer mochten dan de gemiddelde soldaat. Hij kreeg het mandaat om mensen standrechtelijk te executeren. Nou, zij zeggen, heeft hij dat in slechts 400 gevallen gedaan, allemaal gedocumenteerd. Waarbij, nou, zij zeggen, dat staat in zijn biografie, dat hij 3 keer mensen op de vlucht heeft neergeschoten. En dan zegt hij, dat staat op YouTube weer, nadrukkelijk, en die waren ook op de vlucht. Hij heeft zich, zoals je hem leest en zoals je hem hoort spreken, erg ingehouden. Ja, ik weet niet of zo'n man zelf nou de meest betrouwbare bron is. Akkoord. In dit soort situaties. Ik geloof wel dat hij had een onderknuppel, een sergeant, die het nog veel bonter heeft gemaakt. Bij Westerling zie je een soort principes van een soort snelrecht. Heel discutabel, maar daar zitten zekere rechtsprincipes nog aan vast. Ja, en hij had een sergeant die dat helemaal heeft laten lopen. En niet alleen eens, de kneeleenheden hebben dat ook overgenomen. En het is echt gierend uit de klauw gelopen. Ja, daar ga ik ook niets En hoe dan ook, Westerling is een symbool geworden van alles wat er mis kon zijn aan die koloniale oorlog tussen 45 en 49. Die geleid heeft tot de Indonesische onafhankelijkheid. Ja. Kom maar... Wat ik... en dat komt een beetje naar jou. Dat wil ik dan toch eventjes hierbij halen. Dit alleraardigste boekje. Dat je hebt geschreven. De laatste man. En dat is jouw opa. De laatste man. Een vriend van mijn oom. We zijn eigenlijk familie. Die zat op Celebes ook. Kende Westerling. Je hebt niet de memoires of de biografie van Westerling gelezen, of wel? De laatste, nee. De laatste? Ja, nee, er is er eerder eentje verschenen. Oké, welke heb ik dan gelezen? De Eenling heb ik gelezen. Ja, nou, dat is in elk geval de laatste, ja. Oké. Ja. En die staat vol met documenten ook. Dat doet me denken. Want dan heeft jouw opa misschien Westerling geprobeerd te vermoorden. Nee. Nee? Nou, nee, ja, nee, ach, je weet het nooit. Kijk, dit zijn geschiedenissen die met mysteries omgeven zijn. Die hele oorlog was... Ken je het verhaal van Westerling dat hij werd dus in alle heimelijkheid weggebracht? Op een bootje gezet, daarna op een Catalina-vliegtuig. Te water gelaten voor de kust van Maleisië. Ja, dat heeft mijn opa georganiseerd. Aha. Want hij stapt in het bootje, peddelt naar de lichten van... Wat is het, Perak, of waar hij aan land zou komen. En merk dan dat zijn dinghy steeds kleiner wordt. Hij is op een lek bootje in een zee vol haaien gezet. En dan weet hij, ja, dit is de perfecte manier om mij geruisloos te laten verdwijnen. Maar Westerling was natuurlijk ook een geweldige fantast. Die man was het is erg een mooi verhaal. Hij was erg van de goede verhalen. Ja. En hij is ook nog operazanger geworden. Ja, dat is toch het, voor het, een van de grotere oorlogsmisdadigers uit de Nederlandse geschiedenis. Nooit in de bak terecht teruggekomen. Maar wel een tweede carrière als operazanger. Dat is toch fascinerend. Ja, nee, maar het was erg een man van verhalen. Ik wil even de pas afsnijden, want... Ja, waar gaan we heen? Ja, precies, waar gaan we heen over die politionele acties? Goed en kwaad in de geschiedenis. En we halen nu het ene beeld om en het andere moeten we neerzetten. Wat de politionele acties betreft en daarvoor nog wat Westerling deed. Dat vond ik heel mooi uit zijn biografie komen.
En je hebt Burney natuurlijk net gelezen, hoe heet het? Alfred Burney. Ja. Dat boek net door de Libris Literatuurprijs gewonnen. Precies, we blijven bij de actualiteit. Zo'n pil en heerlijk feest van herkenning voor mij. Voor jou? Nou, het is wel... Nee, eigenlijk een fantastisch boek. Het is een slasher movie. Ja. Zo wreed en verschrikkelijk als die koloniale oorlog wordt neergezet. Dat ken ik niet. Daar wil ik naar die wreedheid. Want Westerling die is gemotiveerd in zijn optreden, zegt hij. Dus daar kan je alles op afdingen. Maar zo zegt hij dat. Is gemotiveerd is in zijn ruksigloze optreden. Door de terreur van de Pemuda's, van de jongeren. Van de opstandelingen, of hoe je ze verder ook wilt noemen. Ja, Indonesische jeugd. De Indonesische jeugd. En dat is onvoorstelbaar weerzinwekkend. Even kijken. Nou ja, wat heel veel voorkomt. Dus een van de eerste begrippen die ik in mijn jeugd leerde kennen. Tientjangen. Zegt jou dat iets? Ja. Ja, nou dat ken ik dan wel. Mijn opa, mijn koloniale opa, chefstaf van de Nederlandse troepen tijdens in ieder geval het eind van die koloniale oorlog, kende ik als een leuke oude opa. We zeiden altijd, opa lacht als een Opel die niet wil starten. Een beetje hikkende, ruisende lach. En altijd kampvuurverhalen. En toen wij klein waren, ging hij dan wel een beetje met ons stoeien. En dan zei hij, ha! Ik ga jou tjintjangen. En vonden wij ontzettend grappig. En ik heb pas een jaar of 5 geleden begrepen wat tjintjangen was. Gewoon met kapmessen. Je komt er tegen als je op YouTube kijkt naar de Indonesische keuken. Waarom tjintjang pradama? En dan betekent het eerst in stukjes hakken. Ja. En dat deden ze. Kleine stukjes bij het leven. En dan, dat beschrijft Burney ook, dat zijn vader althans beschrijft. Die zat midden in die oorlog, aan de Nederlandse kant. En waar ik naartoe wil, is dat de andere kant, de Pemuda's, dus de kant die het heeft gewonnen, de decolonisten, de mensen die ons eruit hebben geschopt, die hebben zich bediend van gruwelijke terreurmethoden. En mensen als Westerling zeggen ja, maar dat was het eerste waar wij tegen optraden. Westerling zegt ook, we hebben helemaal niks tegen dat onafhankelijkheidsstreven van de Indonesiërs. Daar hebben ze gelijk in. Daar hebben ze recht op. Wij horen hier, wij moeten weg. Maar die dorpelingen die door deze Pemuda's zo vreselijk onder druk worden gezet, die moeten wij beschermen en die beschermen wij door die... De dorpelingen tegen de vermoeders. De discussie is, wie is de boosdoener in deze strijd? Wie is de kwaaie pier? En die wreedheden, die waren er, ongetwijfeld. Ze zijn aan de Nederlandse kant ook ingezet als een rechtvaardiging voor optreden, waarvan je even los van die achtergrond moet afvragen of dat nou een goed idee was. Dus het ingewikkelde vind ik van alle discussies over die koloniale oorlog. Het gaat over dingen die echt gebeurd zijn, maar die allemaal heel politiek worden ingezet. Ben ik met je eens. Alleen, ik denk, we hebben een voorgesprek hierover gehad en toen zei je zoiets van, in alle oorlogen gebeuren gruwelijkheden. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen, denk ik, je zou gruwelijkheden tot in detail moeten beschrijven om ook een historische afweging te kunnen maken. Want ik vind het in stukken snijden van vrouwen, verkrachten in stukken snijden, levend begraven, dat vind ik van een andere aard. En dit is abject. En wat er in Retaliation is gebeurd, is ook abject. Als een heel dorp in de as wordt gelegd en zonder onderscheid des persoon het vuur op dorpelingen wordt geopend. Dat vind ik. Maar alleen, ik vind het toch van een andere aard. Een andere weging. Ik weet niet hoe jij dat tegenover staat. Het is een ander soort geweldscultuur. Het is een beetje als tussen Israël en Arabische landen. Weet je. Arabische landen hebben een cultuur van heel verbaal, veel retoriek en ook enorm demonstratief in het geweld. En dan een blinde verbijstering dat die Israëli's met een kolonne ergens binnenkomen, niet zeggen, de boel platgooien en weer terugrijden en nog steeds niet hebben gezegd
maar wel hebben gewonnen. Weet je, dat, wat nou erger of minder erg is, vind ik eigenlijk minder interessant dan te zien dat er verschillende culturen van geweld zijn. En dat die Nederlanders natuurlijk, Nederlanders hadden een staand leger, hadden vuurwapens, hadden een militaire orde en vertegenwoordigden het gezag. Dus waren niet zo geneigd om openlijk mensen te chinchangen. Chinchangen is het wapen van de eenling, eventueel van de guerrilla, van de zwakkere partij, van de machteloze, die op een ingewikkelde manier een wacht moet afdwingen. En misschien heb je er wel gelijk. Is terreur ook het enige wapen van de machtelozen? Op een bepaald manier, op een bepaalde fase. Ja, je ziet dat natuurlijk ook bij IS nu. Ik bedoel, hoeveel doden heeft IS in Europa op zijn geweten? Nou, best wat, maar op de hele Europese bevolking heel weinig. Maar het effect is kolossaal. En dat heeft te maken met, dat, met het demonstratieve, het wrede, het vernederende, het volkomen buiten de orde staande van dat geweld. Maar dat is grappig, want die groteske vormen, die wreedheid in Indonesië of in... ik heb met Evie Menko hier gesproken. Die komt uit Algerije, is een pied noir. En zijn vader was politieman. En hij vertelde dat hij een boekje met foto's van zijn vader had gevonden. Waarin je soldaten zag met armen die waren afgehakt en anders gelegd. En Chinchangen, maar dan... En toen zei Evie Menko, de Arabische cultuur is zo wreed. En dat weet ik van mijn moeder ook. Die zei ook altijd, Indonesiërs die zijn zo wreed, vooral tegen elkaar. Vooral onderling. Ja. Maar het is, zegt, het is een wapen van de machteloos eigenlijk. Ze hebben niks anders dan dit groteske geweld. Ja. Eigenlijk. Ja, het is raar om er in dat soort abstraherende zakelijke termen over te praten. Want je zal maar het slachtoffer zijn maar van dat geweld. Maar dat doen. Maar het is met toch een soort minimaal geweld, maximaal mentaal effect bij de onderdrukkende partij afdwingen. Terreur. Ja. Dus er is een reden voor terreur. Ja. Er is een, En ik weet niet, er wordt natuurlijk inderdaad, het is Arabische cultuur of het zijn de Indonesiërs. En dan vooral onderling. En dan kun je afvragen, zijn het ook de christelijke Indonesiërs? Zijn het ook de Ambonese? Nou, maar die waren ook niet mis. En nu kun je ook zeggen, en in de context van nu zeggen mensen, het is de islam. Ik probeer het altijd een beetje los te maken van die labels, omdat ik denk dat het zonder die labels ook heel goed kan. De Hutus en de Tutsis hadden geen... Ik weet niet eens wat die mensen geloofden. Maar dat was toch van een onvoorstelbare wreedheid. Ja. Dus ik probeer het meer te zien in de plek die mensen innemen in een samenleving en de middelen die ze zoeken om een rol te spelen en iets af te dwingen. Heb jij ooit die twee films gezien, Silence of the... Het ging over Indonesië, gemaakt door een Australiër en die heeft... Ja. Die heb je gezien? Ja, je bedoelt over de terreur van 1965. Ja, tegen de communisten. Dus tegen de communisten. Ja. Niet meer Sukarno, maar Suharto. En de doodseskaders die... Ja. Wat ik zo mooi, de collusie van de politie en de militairen met de premans, zoals in die films werden genoemd. Maar eigenlijk de pemuda's waren, de jihad, de kampongvechtersbazen, de bendes. Die mochten het vuile werk... En die hebben dus ook dit soort gruwelijkheden, mensen levend aan het spit dreigen. En dat is inderdaad Indonesiërs tegen hun eigen mensen. Ja. Dus je kan je best voorstellen dat er in sommige culturen meer een premie op ostentatieve wreedheid wordt gelegd dan andere. Ja, omdat het misschien meer nodig is, tussen aanhalingstekens. In eenvoudige... Ik weet niet of je wel eens iets van Churchill hebt gelezen. Ook zijn vroege boeken. Hij is dan in India, in het Northwestern Frontier, daar dat gebied van de wilde stammen, Afghanistan. Ja. Hij spreekt heel lovend over ze in de zin van het moedige mensen, doodsverachting, ongekend.
soms met bijna niks vallen ze aan. Wat ook in Burnie staat beschreven, hè, met die Hezbollah-jongens die hij dan beschrijft. Dus doodverachting heeft voor Churchill een goede component. Maar die beschrijft ook de tomeloze wreedheid van die mensen. Daarom, je mocht dan nooit een kameraad laten liggen. Want hij werd gechinchangd. Levend gefild, noem maar op. Ja. En, en die wreedheid interesseert jou. Jij bent ook een messenverzamelaar. Ja, hoe weet je dat? Ja. Oh, jouw zoon. Ja. Ik ben net bezig messen te maken. Je maakt ze ook. Ja. Nou ja, maar wat fascineert je zo in die wreedheid? Nou ja, daar ben ik mee opgevoed. Mijn moeder die was secretaresse bij de militaire politie van het KNIL. Van de afdeling inlichtingendienst. En zij kreeg dus de foto's ook te zien van die massagraven. Dus zij heeft de gechinchangde lijken gezien. En dat was en de rest van de familie ook. Ik durf niet te zeggen, daar hebben zij onder geleden. Maar je hoorde die verhalen altijd van... Oh ja, die al dood. Ja, gechinchang. Ja, sniper. Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk een stukje jonger. Bij mij gaat het om mijn opa. Ik ben eigenlijk al een soort derde generatie. Ja. En voor mij was de schok meer toen ik ontdekte wat chinchangen was. Dat mijn opa bij stoeien denkt... aan mensen in stukjes hakken. Ja, ja. Nou ja, die beelden van met een kind van 4, 5, 6... stoeien en dan ondertussen dat beeld van in stukjes gehakte mensen. Hoe dat in zijn hoofd door elkaar gelopen moet hebben. Als ik me dat voorstel, dan kom ik een heel klein beetje in de buurt van de wreedheid die oorlog gehad moet hebben. Maar mijn moeder zei altijd... Ach, papi, was een militair en militairen praten niet. En al helemaal niet met vrouwen, dus niet met oma. En ja, god, die arme man had die 3 dochters. Ja, daar praat hij natuurlijk al helemaal niet mee. Dus wij hadden geen idee. Nou, ik heb dus helemaal al geen idee ik aan dit boekje begon. Aan begon te schrijven. En toen begon langzaam iets... Ja. Op mij door te dringen, maar het is allemaal keurig voor ons weggehaald. Nou ja, misschien is mijn fascinatie voor geweld, voor wreedheid, wel ontstaan in mijn vroegste jeugd, waarin daar heb ik het ook mijn mondjesmaat uitgekregen. Hoe vreselijk het was. Het meeste van die details heb ik uit boeken, niet uit de mond van mijn moeder gehoord. Ja. En van me. Ik denk wel, sowieso, de wreedheid van oorlogen hebben wij eigenlijk geen idee van... door die onwaarschijnlijke lange vrede waarin wij hier zitten. En mogen het nog lang zo blijven. Maar helemaal de wreedheid van dit soort oorlogen, die guerrilla-oorlogen waren... waardoor je niet netjes een leger tegenover een leger hebt... liefst ook nog in loopgraven, maar... Hè, in die koloniale oorlog in Indonesië. Die Nederlanders liepen in uniform. En iedereen om hen heen kon de vijand zijn. Dat prachtige, prachtige jonge Javaanse meisje... wat je daar toelacht. Kan een handgranaat... Die heeft een broer die achter jou staat. Ja. Ja. En ze mistrekt. Ja. De paranoia die dat geeft. En het geweld wat overal zit. En dus in je hoofd... gaat zitten. En ik denk, nou ja, bij extensie daarvan... de wreedheid van koloniale samenlevingen. Sowieso. Maar ja, dat bedoel ik, wreedheid is volgens mij toch een goed onderwerp. Ook voor om je in te willen leven in de partijen. In dit, noem het kolonialisme, een conflict. Het heeft een vorm gekregen, het is gestold in het kolonialisme. Het begint met een conflict. De blanke, de inheemse donkere. Er komen mengbloeden uit, zoals wij. Maar het zijn samenlevingen gebaseerd op wreedheid. Die voortdurende discussie over Zwarte Piet, over slavernij... die wordt vanuit zwarte mensen heel sterk beleefd... dat van ons is een wreed onrecht aangedaan. En daar willen wij erkenning voor. Maar het gaat wel om die wreedheid. Ja. Want het is wreed. Zeker. En dat is, ja... Dus ik denk dat wreedheid als historisch begrip aandacht verdient. Ja, en ik denk de wreedheid van koloniale samenleving. Ik denk dat we
nog altijd, of misschien, hè, we zitten in een tijd waarin we, ja, waarin een partijleider voorstelt om vooral het Wilhelmus te gaan zingen in verkiezingstijd. Dat moet iets oplossen. Dus we leven in een tijd waarin je, hè, nou ja, een soort neo-sovinistische, nationalistische tijd, iets kwaad zeggen over je eigen kant. Dat is al gauw een nestbevuiling. Maar hoe ouder ik word en hoe meer ik lees over Nederlands-Indië, Indonesië, hoe langer ik heb rondgereisd in Zuid-Afrika, hoe meer je doordrongen raakt van hoe die samenlevingen, ik zeg gooi ze maar even op één hoop, doordrongen zijn van geweld. En dat is, om te beginnen, het vuurwapengeweld waarmee lokale bevolkingen onder de duim worden gehouden, die in eerste instantie geen vuurwapens hebben. Het geweld van virussen die uit Europa worden meegenomen, waarmee letterlijk volkstammen worden uitgeroeid. Je hoeft er geen schot voor te lossen. Hè? Ja. De Indianen in Zuid- en Midden-Amerika, maar ook de Kaap in Indonesië ongetwijfeld ook. Weet ik niet. En vervolgens weet ik ook niet, maar dat moet haast wel. En vervolgens het meer impliciete geweld als de verhoudingen min of meer zijn vastgelegd. En het geweld dat bijvoorbeeld zit in naamgevingen. Heel klassiek, mijn moeder, nog als meisje opgegroeid in Nederlands-Indië voor de Tweede Wereldoorlog, was dol op haar baboe. En ik heb nog eens een foto gezien en ik zei, hoe heette ze? Nou, baboe. Dat is dus iemand. Mijn moeder hield echt van die vrouw. Mijn moeder heeft mij, als mijn moeder mij naar bed bracht, dan liet ze altijd een kiertje in het gordijn open. En dan moest ik zeggen, zeg maar, dag de maan. Want dat had zij geleerd van haar baboe. En dat was voor haar avond aan avond een herinnering aan haar baboe, heel dierbaar, maar een naam heeft ze niet. In Zuid-Afrika, waar ik nu heb rondgereisd, mensen, zwarte, om die verzamelnaam maar even te gebruiken, die stellen zich aan je voor met een hun Christian name. En dat was als zaterdag of met januari? Of dat zijn de slavennamen, de achternamen die ze gekregen. Maar ook voornamen die ze... het meisje dat je kamer schoonmaakt op je hotelkamer in Kaapstad, die heet Maria. En als je met haar gaat praten, en dat is al heel ingewikkeld, maar ze vertrouwd genoeg wordt om een beetje gesprek op gang te krijgen, dan kun je vragen, en hoe heet je thuis? In je township. En dan heet ze heel anders. En dan blijk je dus al aan het begin van dat gesprek in een gezagsverhouding die uiteindelijk een geweldsverhouding is. Een geweldsdiscours eigenlijk. Ja, daar ben je al ingestapt. Ja, ja. En dan probeer je daaruit te komen. Maar dan blijkt zo iemand naar onze oren zo'n ingewikkelde naam te hebben. Ja, dan zeg je maar Maria. Dat je even later toch Maria zegt. Dus je komt er niet uit. Ja, ja. En reken maar dat die mensen dat registreren. Ja. Ja. Weet je, dat is heel klein, maar het is elke keer toch even die duim erop. Het is, ik heb ook in Zuid-Afrika rondgereisd en ook bij een meisje een tijd lang gelogeerd samen met mijn vriendin. En die woonde prachtig in een soort van compound. En aan de overkant van de weg waren squatters neergestreken. Dat was een heel bekend begrip in die tijd. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Blank, zwart, toch? Nee, er waren Zulus, hadden opeens een heel terrein in beslag genomen met honden, katten, dieren, noem maar op. Het werd ook voortdurend vee geroofd. Dat is een enorm verschil. Maar zij had, die vrouw bij wie wij logeerden, een kunstenares, die had ook een lange tijd een relatie gehad met een Zulu. Sprak dat ook. En op een gegeven moment gingen we met haar naar een stadje in de buurt, 's avonds boodschappen doen. En je weet het, overal staan gewapende wachten. Dus wij liepen naar die winkel toe, waar die twee jongens met karabijnen staan. Gesloten gezichten, vriendelijk, goede avond wensen. En zij begint in het Zulu te spreken, mensen. Nou, mensen kunnen in een nanoseconde veranderen van afstandelijke vreemden tot jouw gelijken. En die stonden dus helemaal in alles ontspannen met die vrouw te praten. Als je eenmaal de taal spreekt, dan ben je al zo dichtbij gekomen. Ja.
dan ben je bijna een gelijke geworden. Ik vond het prachtig om te zien. Maar dan realiseer je ineens hoe groot de afstand aanvankelijk dus was. En dat zie je niet, dat voel je niet. Je wil het ook niet voelen. Want je denkt, wat kan ik er dan aan doen? En als persoon kan je er ook niet zoveel aan doen. Je kan vriendelijk zijn, maar... Ja, maar ja, vriendelijkheid kan ook heel neerbuigend zijn. Absoluut. Ja, als je heel rijk bent. Dan kan je je permitteren om vriendelijk kunt je heel, te zijn. Want jij wordt gedekt door die mensen met die karabijnen. Ja, ja. Dus tuurlijk ben je vriendelijk. Ja. Het is zo moeilijk te doorbreken. Weet je, in Zuid-Afrika, we hebben gefilmd in een hele... slechte wijk boven Kaapstad, een township, Lavender Hill, waar mensen wonen die afstammen van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap. En ja, dat zijn de oudste bewoners van Zuid-Afrika. En via de wet van de remmende voorsprong zijn het nu de meest achtergestelde bewoners. Die hebben het over de kleurlingen, de mensen die vroeger kleurling werden. Nee, dit zijn Khoisan, Hottentotten. Die vrouw met wie je naar die prachtige, of naar die bank ging. Ja. Waar een voormoeder mee werd geëerd. En dat was toch maar even mooi, een monumentje die daar door de blanken waren neergezet voor die voormoeder. En jij keek daar ook welwillend naar. Nou, dat is toch hartstikke leuk, zo'n bank, daar kan iedereen op zitten. En die Khoi-nazaatvrouw, die was ook gemengd. Iedereen is gemengd. Iedereen is gemengd. Wij ook. Natuurlijk. Ja, wij zeker. Maar die diepste verwarring en een hele gemeende wanhoop en boosheid van... daar gaat iedereen nu met zijn reet op zitten. Ja. Op mijn voormoeder wordt gezeten. Ja. Dat is het enige wat ze voor haar... Ja, nee, het is een gevoeligheid of vind ik. Dat vond ik een van de interessantste dingen van dit hele project. Dat je probeert te begrijpen hoe de verhoudingen zijn en je betrapt jezelf er voortdurend op, of anderen betrap je erop, dat je het eigenlijk niet begrijpt. Dus ik dacht voor deze voormoeder, deze Khoisan voormoeder, is als monument een bankje gemaakt en daar staat ook op van alles over onderdrukking en de treurige afloop. En dat je denkt, nou jongens, dat is dan toch netjes gebeurd. En die vrouw raakt in tranen. Ja. Deze voormoeder trouwens 1660, zoiets. Dus iemand die nog in tranen raakt over iets wat in de jaren 1660 is gebeurd. Zo bepalend is die geschiedenis nog. Dat die, voor die vrouw die daar nu bij is, is dat nu. De onderdrukking van die voormoeder ervaart zij nog steeds als haar onderdrukking. Maar ik denk dus, nou, toch mooi zo'n monumentje. En dat blijkt dus inderdaad vanuit haar perspectief... neerbuigend op zijn best te zijn. Want het is een bankje en daar gaat iedereen met zijn reet op zitten. En is er voor de witte veroveraar Jan van Riebeek... die daar aankwam in de 17e eeuw... daar is een standbeeld en dat is 8 meter hoog. Ja. Daar ga je helemaal niet met je reet op zitten. Nee. Daar kun je niet eens met je reet bij komen. Nee. En dat betekent iets. Nee, dat was heel mooi. Ik vind het trouwens helemaal een prachtige serie... Goed, het is allemaal veel te laat als ik dit zeg. Dan is het allemaal uitgezonden. Dus maar het is allemaal rustig zeggen. Terug te vinden via de site goedehoop.nl. Nou. Kijk, maar zoals je er nu over praat, denk ik... ja, dan hebben de Zwarte Piet jongens... of de anti-Zwarte Piet jongens ook een beetje een punt. Die hebben het over gevoeligheden die wij niet kennen. Ja, ik heb veel meer begrip gekregen... voor die jaarlijkse ruzies over het slavernijmonument. En dat je... Het slavernijmonument. In Nederland bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. In de Bijlmer. Daar is toch geen ruzie op? Nou, er is altijd wel gedoe over hoe het herdacht moet worden. Wie het voortouw neemt. Dat is volgens mij tussen Surinamers onderling. Ja, dat ook. Maar dat komt allemaal voort uit dezelfde gevoeligheden. Van wie gaat er over? Wie mag? Wie is de bepalende stem over dit verleden? En als jij de bepalende stem hebt, waar blijft mijn stem? En het komt allemaal uiteindelijk toch voort uit het gevoel... ik word niet gehoord. En dat heeft iets heel irritants en iets oneigenlijks. Want het gaat over een geschiedenis die al lang geleden is. We kunnen er niks meer aan veranderen. Maar ik ben het wel veel beter gaan snappen. Hoe sta jij er als historicus in? Want jij kan het als historicus snappen. En je kan zelfs de mensen snappen over wie geschiedenis wordt geschreven... Maar zij zullen altijd zeggen, ja, maar jij. Het is heel moeilijk om...
Want nu ben ik natuurlijk toch weer de witte man die iets gaat zeggen over slavernij en daar een mening over heeft. En wij zitten hier aan tafel. En de Surinamers die jaarlijks rond dat monument staan, die zitten hier weer niet aan tafel. Nou, ja, daar is heel moeilijk overheen te komen. Je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, die vinden dat ik daar niet een serie over dat land mag maken. En over wat de Nederlanders daar hebben aangericht. Want dat is toch weer een witte man die zijn beeld komt geven van die geschiedenis daar. Krijgen we en dat dus nog te zien in die serie? Het zit in hele kleine dingen als dat fragmentje wat je net liet vraag zien. Vraag die witte man. Vraag ja, maar aan ask a white guy. Ask a white guy. Ja. Hoe was hij kwaad? Ja. Ja, dus het is heel moeilijk om elkaar te vinden. En het gevaar bestaat dat kijk, het Rijksmuseum heeft nu ook een tentoonstelling parallel aan de serie die we maken. En daar worden Zuid-Afrikaanse groepen rondgeleid. En Martine Gosselink, die de tentoonstelling heeft gemaakt, die heeft daar een groep rondgeleid. Die bij voorbaat per definitie van begin tot eind sissend woedend was. En op wie? Op haar. Op witte vrouw maakt zo'n tentoonstelling in Nederland. En het gaat weer over die witte die naar Zuid-Afrika kwamen. Maar zij heeft, begrippen als hottentot en neger. En zij heeft de collectie geschoond van dit soort stuitende woorden. Ja. Tussen aanhalingstekens stuitend. Maar ze is een witte vrouw. En dat is het gevaar wat in die discussie ontstaat. Wat je ook bij ons, moet ik zeggen, in Nederland steeds meer ziet in die alsmaar verhoogde sensitiviteit voor van de identiteitspolitiek. Wie ben jij en wie ben ik? En jij zult mij dus niet zien zoals ik mijzelf zie. En dus word ik weer veronachtzaamd. Dat loopt steeds hoger op. En voor je het weet, kom je zover dat een ander, puur vanwege zijn kleur, zich niet meer met de dingen mag bezighouden waar jij je mee bezighoudt. Maar hij mag zich er ook niet mee bezighouden. Ik ben zo blij dat ik politiek incorrect ben. Want dan heb ik dat allemaal niet zo. Hoeft dat allemaal niet zo. Ja, nou, ik heb in Zuid-Afrika ook een paar keer tegen mensen gezegd. Ik ben zo gemengd. Ik doe het sowieso fout. En ik doe het hopelijk altijd ook een beetje goed. Dus laat mij maar. Nou, het is extreem boeiend wat je daar laat zien. In zo'n samenleving, je doet het altijd fout. Ja, omdat je. Ja, precies. Ja. Nou ja, weet je, het is ook een beetje het voorland van de multiculturele samenleving die wij hier aan het worden zijn. Of we dat nou leuk vinden of niet. Je komt iemand tegen en die heeft een kleur. En die doet je iets vermoeden over zijn religieuze achtergrond, etnische achtergrond. Je hebt, dat is mij in Zuid-Afrika zo opgevallen, je neemt dat over in zo'n land. De eerste indruk, de vooroordelen. En vervolgens moet je de moeite gaan doen om te denken, oké, kan waar zijn, kan niet waar zijn, maar het is een persoon. Dus ik moet naar hem of haar toe. En ik moet een gesprek beginnen. En dan blijkt het een individu te zijn. En dan kun je elkaar vinden. Maar je moet altijd ergens overheen. Die voortdurende inspanning die je moet verrichten om iemand te bereiken. En dat is daar natuurlijk veel sterker dan hier. Want iedereen heeft zijn eigen taal. De verschillen zijn veel dramatischer. Er zijn nog veel meer verschillende groepen. Als ik jou goed begrijp, dan ziet het toekomst wat dat betreft heel vermoeiend uit. Ja. In die zin dat dat is een Turk. Ik weet zeker dat het Turk is. Maar het kan een Alewiet zijn. Het kan ook een Koerd zijn. Het kan iemand uit Constantinopel zijn. Maar ook van het platteland. Het kan een seculiere. Het kan een Gulenist zijn. Het kan een Erdoganman. Dus moet ik vragen, hey joh, wat ben jij? Ja. Nou ja, of je moet het niet vragen, maar je kunt het een beetje. Maar dan beetje ga je een beetje zuigevoelen trekken. Nou ja, dat is wat je in Zuid-Afrika erg ziet. En wat ook verklaart, mensen zijn ongelooflijk aardig en hartelijk in dat land. En dat is omdat er heel veel gevaar en dreiging is in dat land. En jij kan ook de dreiging zijn terwijl je tegenover mij zit. Dus om te ontsnappen aan dat gevoel van dreiging, het enige wat je kunt doen is iemand benaderen. En kijken of hij als individu te vertrouwen is. Het is een hele interessante
samenhang tussen dreiging en hartelijkheid. Je denkt dat gaat niet samen, dat gaat juist samen. Want ja, Ik heb die dreiging heel sterk gevoeld in Zuid-Afrika. Ja, die is er ook. Zegt, die is er echt, die is reëel. Ja. Ja. En dat is natuurlijk iets wat mensen in ons eigen land in een 100-voudig verdunde vorm ook de laatste decennia in de steden zijn gaan ervaren. Mensen die, die een andere achtergrond hebben. Etnisch, religieus, taal, alles. En daar horen beelden bij. Criminaliteit, matrassen over het balkon. Alle clichés. En die zijn soms waar en soms niet. Maar dat ontdek je pas als je mensen gaat ontmoeten. Maar dat het zo werkt tussen mensen, eerst het vooroordeel en dan de moeite doen. Dat zie je daar in ultima. Ja, maar dat is heel lang natuurlijk niet erkend dat dat zo werkt. Die eerste indruk, die onherroepelijk is, naarmate de dreiging groter wordt, wordt die dreiging onherroepelijk. Die eerste indruk, die mocht niet bestaan. En dat heeft natuurlijk een enorme backlash veroorzaakt. Ja. Tot vandaag de dag aan toe. Weet je, en een vriendin van mij liep over straat 's avonds na een feestje in de stad, in de Jordaan. Kwam de deur in haar eentje en zag verderop in de straat een grote zwarte man haar tegemoet lopen. En dacht, neem ik nu even een zijstraatje? En dacht, nee, ik loop door. Dus zij kruisen elkaar en op het moment dat ze bijna bij elkaar zijn, steekt hij een stukje over en zegt, hé, hey, meisje, ze willen nuken. Dus, erger weet ik niet. Maar weet je, dus dat is iemand die denkt, nee, ik ga niet luisteren naar die vooroordelen over grote zwarte man. En vervolgens, verdomme, gedraagt die man zich daarnaar. En dat is natuurlijk een soort kous op de kop. Het verhaal had ook een hele andere wending kunnen krijgen. Het had ook een hele vrolijke afloop kunnen krijgen. Dat vertelt het verhaal niet. En dat is, dit is een heel lichtvoetig Nederlands verhaal. En als je dat omzet naar de context van Zuid-Afrika of Indonesië vroeger, toch nog sterk koloniale samenlevingen, dan zit daar een reële dreiging van geweld onder. Veel meer dan bij ons. En dan wordt het een veel acutere vraag. Loop ik door of ga ik een zijstraat in? Ja. En wil je dan niet gek worden van paranoia, dan moet je met groot regelmaat besluit, inderdaad, ik loop door. En misschien ga ik die man zelfs aanspreken. Nou ja, mooier zou ik een eind niet kunnen bedenken. Zijn we er al? Ja, nee, precies. De moraal over de multiculturele samenleving. Ik vond het ontzettend leuk. Het verhaal is nog lang niet af. Nee. Nou ja. Het is prachtig. Het is prachtig, zoals je dat laatste zei. Ja. Ja, de wreedheid van de koloniale samenleving, die krijgen we via een omweg in hopelijk verdunde vorm terug in de multiculturele samenleving. Die toch moet, vind ik. Want dat is beschaving. Of het moet of niet. Hij komt gewoon. Hij is er al. Ja. We toosten erop. Proost.